dat risico moet dus ook wel een beetje aan durven gaan om, hè, dat vind ik heel mooi dat Transavia me die kans heeft geboden in ieder geval. En dat het gewoon zoveel meer is dan alleen maar wat je in je gedachten hebt. En dat het je daar toch gewoon bij kan helpen. Dat is zo bizar om te ervaren. Gewoon dat je gewoon met gelijkgestemden, zeg maar, die weten wat je hebt meegemaakt. Dat is gewoon zo bijzonder. Ik laat niet altijd heel snel mijn emoties zien en dat soort dingen. Daar ben ik gewoon niet zo van. En ik merk toch wel dat ik na de games, of tenminste ook tijdens de games, daar toch wel wat makkelijker in geworden ben. Ladies and gentlemen. Give it up for Unconquered number one! Yeah! Nou, Jeroen is niet echt zo'n prater. En zeker over dit onderwerp zal ik ook niet alles weten. Dank jullie wel voor het prachtig. Fantastisch spel. Heel veel dank. Knuffelbeer noemen ze hem. Een hele zachtaardige jongen. Maar met een wil zo sterk als een leeuw. Ja, dat is Jeroen. Als gemeente zijn we ontzettend blij dat we na twee keer uitstel de Invictus Games kunnen verwelkomen in een situatie zonder beperkingen. We think you're ready. Dank je wel. Tot ziens in Ten Hag. Let's go. Ja, ik ben eigenlijk echt in dienst gekomen in 2020 bij Transavia. Voor mijn opleiding Aviation Studies die ik deed aan de Hogeschool van Amsterdam, ben ik eigenlijk al in contact gekomen met, nou in dit geval Michael. Van, kan ik bij jou mijn afstuderen doen? Nou ja, dat was eigenlijk toen geregeld. De functie waar ik nu op zit, daar heb ik toen op een gegeven moment op gesolliciteerd en dat ben ik uiteindelijk geworden. Hoe was het? Games? Ja, was top. Ja? Ja, is echt boven verwachting. Heb je eruit gehaald waarvoor je dacht van nou, dit is nou waarom ik mee wil doen? Ja, grote. Ja, het grootste gedeelte wel, ja. Ik moet wel eerlijk zeggen dat het even duurde voordat ik inderdaad landde in de game, zeg maar. Maar toen het eenmaal een beetje begon te lopen, toen dacht ik van ja, dit is wel echt een goede manier om de boel af te sluiten. Soort van therapie met sport eromheen. Ja, ja, dat is, ja, zo kun je het inderdaad ook goed zien inderdaad. Je merkt nu langzamerhand dat het wel een plekje krijgt. Dat heeft er zeker wel aan bijgedragen, ja. Even wachten op meneer Transavia. On you mark. Kom op Jeroen. Hop. 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 Kom aan. Hop. Sporten, dat heb ik altijd gedaan en dat zal ik ook altijd blijven doen. En in welke vorm, dat maakt me niet zoveel uit. Ja, ik moet zeggen, ik voel hem nu wel, maar dat had ik al voor de training. Ik heb hem de laatste tijd best wel een beetje overbelast. Zeker met het zwemmen ook, door de flipbeweging. Ook kan ik die niet maken, probeer je hem toch een soort van je been zo te gebruiken. En dat merk je gewoon meteen. Dat is, daarvoor maak ik heel veel gebruik van die poolboy. Om het toch een beetje op te bouwen, maar uiteindelijk zul je wel moeten luisteren naar je lichaam. Maar af en toe maak je nog even een slippertje. We mogen natuurlijk sinds januari pas echt weer trainen. Dat je toch in die korte tijd zoveel mogelijk en toch zo hard mogelijk wil gaan om het beste eruit te kunnen halen in de tijd die je nu nog hebt. Af en toe moet je wel even een stapje terug doen.
Want anders kom je echt niet meer vooruit. De Invictus Games is sinds 2014, geloof ik. Dus dit is de vijfde editie. Omdat het in 2020 zou zijn, is het nu verplaatst naar 2022. En zal het volgend jaar, dus 2023, zal het in Düsseldorf zijn. Dus dan is het even, er zit er geen jaar tussen, maar normaal is het om de twee jaar. Ik ga zitvolleybal doen. De dinsdag zwemmen, volgens mij. En ook daar, 's ochtends is de kwalificatie eigenlijk. En 's middags, als je eventueel verder komt, zwem je de finale of hoe je het ook wil noemen. En de vrijdag rolstoelbasketbal. Nee, ik kijk er echt ontzettend uit. Ik wil ook graag met die club, wil je dat gewoon meemaken en voelen en zien en gewoon ervaren. Als je dan toch meedoet, wil je natuurlijk wel gewoon het beste eruit halen wat erin zit. Blijf je hetzelfde, richting rijden. Alleen je rijdt normaal binnen de jeugd. Stop je buiten. Bij mij is het dan een pees zeg maar die van mijn enkel naar mijn knie loopt. Dat is gewoon, die is gewoon meteen overbelast gewoon. En normaal gesproken als je dan even rust houdt, even een nachtje erover slaapt, dan is het wel weer oké. Maar ik moet zeggen, nu merk ik wel gewoon dat het gewoon echt blijft zeuren. Ook als je gewoon weer de volgende weer opstaat, denk je, oh ja. En voorheen als ik dat had, voordat mijn enkel vast zat, dan kon ik gewoon echt 3-4 dagen niet lopen. Dan moest ik echt een beetje strompelen en dan was dat het. Ja, bij mij was er een stuk van mijn talus afgeslagen. Dat is eigenlijk je kogel van je enkel. Er zit een vork omheen. Dat hebben ze weer proberen vast te zetten. Dat is niet helemaal gegaan. Tenminste, het is niet helemaal meer geheeld zoals het zou moeten zijn. En daardoor ging mijn kraakbeen sneller weg eigenlijk als dat het zou moeten. En uiteindelijk had ik op sommige plekken gewoon helemaal geen kraakbeen meer zitten. En dat irriteerde natuurlijk het botvlies op elkaar. En toen uiteindelijk bij de laatste operatie om hem vast te zetten, hebben ze al het kraakbeen weggehaald. Hebben ze gezorgd dat het bot op bot is en hebben ze er een paar schroeven erheen gezet. Zodat het eigenlijk aan elkaar kan groeien, zodat het één bot kan worden. En dat is ook gebeurd, dat is gewoon helemaal niks aan elkaar. Dus mijn enkel is zeg maar één bot geworden. Het is niet meer twee losse bewegende delen, het is gewoon één... Eén deel geworden. Je moet ze door, En dan? Ja, nee, ik moet zeggen, als we lekker erin zitten, dan kunnen we echt wel een leuk potje spelen. Ja, de Amerikanen en de Engelsen die schijnen wel echt heel goed te zijn. Het Nederlands team heeft tot nu toe alle games, hebben ze bijna altijd in de finale gestaan, begreep ik. Nee, natuurlijk. Ik bedoel, als je meedoet, wil je gewoon winnen. Keihard winnen ook, ja. De Invictus Games is in 2014 eigenlijk in het leven geroepen. Dat heeft Prins Harry heeft dat toen het initiatief genomen. En dat is voor alle militairen die gewond of geblesseerd zijn geraakt tijdens de dienst. Of eventueel PTSS hebben gehad. Het is een verlenging van je revalidatie. Je moet dus echt een bepaald doel hebben met wat jij wil bereiken met die games. Voor mij was het vooral een stukje accepteren dat ik dus met een beperking sport. Een blijvend letsel heb overgehouden. En een stukje accepteren dat ik weg moest bij Defensie. En eigenlijk na 20 jaar weer een nieuw leven op moest bouwen eigenlijk. Ja. Ik wilde heel voorzichtig. Hallo, hoe is het? Ja, goed. Ja? Het is de sfeer, maar het zijn ook de verschillende nationaliteiten en die saamhorigheid vind ik gewoon heel mooi. Ik weet niet of je nou wint of niet, maar ze staan er allemaal vol trots. En dat ja. Als ik voor mezelf, ja, dan ben ik ook onwijs trots als ik hem dan daar zie. Denk ik, ja, dat doet het maar mooi. Ja, dat is ook wel grappig, want inderdaad, je bent heel snel geneigd om, wat kan ik niet meer? Ja. Maar die games is eigenlijk zo, dan ga je eigenlijk meer, wat kan ik nog wel? Het was echt een soort Invictus-familie noemden we het echt, want je support elkaar allemaal. Ja, dat je gewoon weet dat het ook militairen geweest en dat doet ook wel wat met je. We zijn ontzettend trots. Het hele team die heeft zoveel stappen gemaakt, niet alleen in het spel, maar met name het mentale. We zijn
veel rustiger geworden. Ze hebben meer overzicht. Dit is gewoon goud. Kijk, jij bent Transavia, ja? Ja. Oh, wat doe je daar? CEO. Nee, nee, ik werk bij een flight operations support team, zeg maar. Ah. En wij doen HR voor de vliegers. Een stukje innovation zit er bij ons bij. We doen zorgen dat de vliegers, de buffetten goed blijven, zeg maar. Medicals, dat soort dingen allemaal. En ik hou me dan vooral bezig met processen die binnen ons team allemaal zitten. Leuk. Nou. Alleen al die lach van haar zo van ja, weet je, voordat ze ging. Nou, dat vind ik echt goud. PTSS. Ja, eigenlijk als de baasje zeg maar even stress voelt of wat dan ook, gaat die hond eerst voor hem staan. Dan weet hij dan wordt hij eigenlijk al getriggerd of nee, ik moet even mijn rust pakken. En als ze gaat zitten, dan legt zo'n hond gewoon zijn kop op zijn schoot. En dan kan zelfs sommigen die zijn getraind om s'nachts als ze nachtmerries om wakker te maken of dat soort dingen. Dat is echt bizar. Lekker met zo'n wedstrijd. twee minuten voor de gong. Die hond heen en weer. Die wordt even gek. Ik ben begonnen bij Defensie op 8 augustus, of nee, sorry, 7 augustus 2000, als 17-jarige. Jong? Ja, heel jong. Je weet pas echt waar je mee bezig bent als je de eerste keer in uitzendgebied staat. Dat was voor mij meteen van, ja, dit is echt wat ik wil doen. Ja. Dit is gewoon, je traint hier knijterhard voor en je kan andere mensen, kun je daar helpen. Je komt in gebieden waar de basislevenbehoeften gewoon niet op orde zijn. En daar draag je gewoon als eenheid draag je daaraan bij om te zorgen dat het uiteindelijk wel voor elkaar kan komen. Het geluk van die mensen zien als er een waterput geslagen is. Maar ook het verdriet aan de andere kant voordat mensen familieleden verloren zijn. Dat hoort er natuurlijk ook bij. Nee, daar heb ik geen moment spijt van gehad. Natuurlijk, het gevaar zit op iedere hoek. Je weet toch nooit wanneer het komt. Maar als je bij iedere stap na gaat denken van dat kan er gebeuren, dan word je gek. Dan kun je echt niet functioneren. Ik kwam in maart 2009 het gebied in.
Je weet, het is het einde van de winter, zeg maar. Wat de boeren doen in de winter om hun, dus hun gebied te beschermen, dan gaan ze dus IED's neerleggen, oftewel bermbommen eigenlijk. Daar gaan ze hun gebied mee veiligstellen. Niet alleen voor ISAF-troepen, maar ook voor andere boeren die mogelijk iets van ze willen stelen of wat dan ook. Dus je weet dat je best wel een moeilijke periode ingaat. En als je niet groept, doe je eigenlijk de wegen veiligstellen voor de mensen die meegaan op patrouilles. Ik zorgde samen met de groep ervoor dat we de weg van A naar B veilig konden overrijden. Dus zonder dat we over IED's of dat soort dingen zouden rijden. Dan is het echt gewoon contact en boem. Dat was dus ons werk, om vooral de route te analyseren. Kijken waar er al eerder IED's gevonden zijn. En zo ga je dus je punten bepalen waar je dus gaat searchen. Dus waar je gaat zoeken naar dat soort IED's of bermbommen. Dat je dus al weet dat je zo'n gebied in gaat, dan gaan er allerlei radartjes gaan er natuurlijk al een beetje aan. Nou ja, het gebied waar wij dan inreden, dat was voor mij heel bekend, omdat wij daar heel veel zaten. Wij spreken, als je een steen verplaatst, zou ik dat gezien hebben. Nou ja, je creëert een soort onderbuikgevoel. Van dat je op een gegeven moment hebt van, hey, hier moeten we echt gaan searchen, want dat voelt gewoon niet goed. Dan doe je dat en nou ja, 9 van de 10 keer vind je dan dus ook echt gewoon wat. En we reden het gebied in eigenlijk en dan ga je een wadi in. Een wadi is eigenlijk een droogstaande rivier waar allemaal grind ligt. En daar rij je doorheen naar de plek waar we naartoe moesten. Maar op een of andere manier, toen wij die wadi inreden, zonder dat we het ook maar tegen elkaar zeiden, deden we allemaal onze helm op onderin het voertuig. Wat we normaal nooit doen. Dat zeg ik, dat onderbuikgevoel, dat gaat dan spelen. Dan denk je van, hè? En ik was echt letterlijk bezig om mijn oordop in te doen, want dat doe je eigenlijk standaard in. En op een gegeven moment, een klap, niet normaal. Een helikopter kwam overvliegen. Je ziet niks meer, het is één grote stofwolk. Je oren piepen. Hij reed met zijn achterwiel, precies het wiel waar ik dus boven zat. Daar reden ze mee op de IED. Die rijdt door zo'n wadi heen, waar allemaal grind in ligt. Zand, dat is, die explosieven gaat af. En dat gaat allemaal de lucht in. En ik werd dus op dat moment dat die klap afging, ik werd dus ook uit het voertuig geslingerd. En ik voelde mezelf ook gewoon helemaal loskomen van alles. Ik zag natuurlijk niks, omdat het één grote stofwolk was. Maar ik voelde gewoon dat ik gewoon in de lucht hing, zeg maar. En pas op het moment dat ik eigenlijk weer terugklap op het voertuig, naar mijn hele opsvest, zeg maar, waar al je munitie en dingen in zit, had ik op. Maar dat was van me afgeslagen. Mijn wapen wat ik in mijn hand had, dat was ook weg uit mijn handen geslagen. Het is natuurlijk een enkele seconde, maar voor mijn gevoel duurde dat minuten. Dat ik wil dat je een minuut in de lucht hangt, zo voelt dat. Nee, je hoort niks, je ziet niks. Het is gewoon één waas waar je in zit. Het eerste wat je doet is kijken of alles nog er is. Je handen, je benen. Ik had alles stik. Nou ja, prima, alles zit er nog in. Ik had wel wat aan mijn rechter knieholte. Had ik dan een flinke last. Ging op mijn hand, had ik bloed. Ik dacht, oh, dat is ook niet goed. Dus nou ja, het volgende stap is, je gaat opstaan om zo snel mogelijk in dekking te komen. Omdat je dan de logische gevolg hiervan zou kunnen zijn dat je dus in een vuurgevecht terechtkomt. Dus ik wil eigenlijk opstaan en ik kwam al, ja, toen dacht ik, dat gaat niet. Ik kan helemaal niet staan op mijn been. Dus het enige wat ze op dat moment konden doen is een medivac inroepen. Dus medische evacuatie. Nou, dat is dan ook gebeurd. Ze hebben mij opgepikt. En ze hebben mij naar Hans Kamp gebracht om daar vervolgens helemaal onderzocht te worden. Een standaard iets is, als jij de medivac in gaat, word je al meteen met morfine word je al een stuk. Ze zagen dat er bij mij in mijn enkel iets gebroken was, maar helemaal goed konden ze het niet bepalen. Dus toen werd het al vrij snel duidelijk van, nou ja, we moeten dus voor jou een medisch repat gaan organiseren terug naar Nederland. Dus zei ze, ja, het heeft even de tijd nodig, moeten we even rust hebben en nou ja, verder zo. Maar ja, ondertussen werd die periode van iedere keer dat het weer slechter ging en dat het weer schoongemaakt wordt, nou ja, die is gerekt tot 10 jaar, zeg maar. Dus ik ben eigenlijk 10 jaar bezig geweest met gewoon dat ik heel veel pijn had aan mijn gewricht, dat ik gewoon niet goed kon lopen en weer opnieuw opereren, revalideren. Het was heel onrustig, dus je hoorde in de media continu over aanvallen. Dus het was een hele onrustige missie. En op dat moment word ik inderdaad gebeld en ik weet dat Mim zei, het is Jeroen. En 1 seconde, dus ze gaf hem gelijk eigenlijk aan mij, terwijl ik de klant nog aan de balie had. En het eerste wat hij zei, schat, niet schrikken.
Maar ik ben gewond geraakt. Want je bent gewoon even helemaal... dat bericht moet gewoon even landen. In shock. Ik denk dat ik een beetje in shock was. Want ik denk dat dat het goede woord is. Ik denk dat ik gewoon een beetje in shock was. Ja. Ja. Dat bespreekt hij denk ik meer met zijn maten en met degene die daarbij waren dan bij mij. Ik zou het heel fijn vinden, ik probeer het af en toe ook wel eens. En dan nog, want ik zal nooit voelen of zien of misschien ook begrijpen wat hij daar heeft meegemaakt. En dat is soms lastig, want ik zou hem zo graag soms wel eens willen weten van wat er allemaal in dat koppie omspeelt. Nou, dat heb ik altijd gezegd. Ik vind het zo mooi als iemand een passie heeft en voor zijn werk, dan had ik het hem ook gegund. Ik bedoel, we leerden elkaar kennen, toen zagen we elkaar alleen in het weekend en ging hij ook op missie. Dus ja, ik wist het van tevoren en als dat is wat je graag wil, dan waarom zou ik, dan zou ik de laatste zijn die hem zou tegenhouden. Nogmaals, het is niet zijn keuze geweest om niet meer bij Defensie te zijn. Dus ik denk dat dat ook best wel moeilijk is om dat helemaal los te laten. Hij heeft de kracht en hij doet het ook om gewoon en de mindset om het wel te doen. Want hij heeft een hele andere keuze gemaakt en dat maakt hij ook echt iets positiefs van. En dat vind ik alleen maar heel mooi. Maar ik denk stiekem, natuurlijk, blijft dat altijd wel een gemis. Je kan het gewoon niet vergelijken of je nou in Defensie zit of buiten Defensie. Het is gewoon... Het zijn twee werelden en wat je zegt, hij maakt er het beste en hij heeft nu ook fantastische leuke collega's en een leuke nieuwe baan. Natuurlijk mis ik dat. Het is niet zomaar iets wat dat zo even op kan vullen, zeg maar. Nee, ook juist door dat wat er met mij gebeurd is en dat ik mijn verhaal gewoon heb kunnen doen binnen bij de collega's die ik nu heb. En zeker als ze je kunnen ondersteunen in je revalidatie en alles en begrijpen wat er aan de hand is, dat geeft ook alweer een bepaalde band. En ik merk gewoon dat heel veel dingen die ik geleerd heb bij Defensie, dus inderdaad het strak plannen en dat soort dingen, alles netjes vastleggen, gestructureerd bezig zijn. Dus in dat opzicht kan ik heel veel dingen gewoon nog steeds kwijt in het werk wat ik nu doe. Ja, dat vind ik, daar haal ik ook zeker wel voldoening uit, ja. Dat ging echt supergoed. We hebben gisteren natuurlijk al tegen de Engelsen, dat was echt een hele goede wedstrijd. En nou ja, we hebben het nu eigenlijk gewoon lichtelijk overgedaan. Dus de finale vanmiddag tegen waarschijnlijk de Amerikanen, maar het hebben afwachten. Maar ja, echt vet. Zo vet. Hij is inderdaad rustig, maar echt een hart van goud. Hele goede vriend, staat voor anderen altijd klaar. Ook wel echt van de gezelligheid. Was alleen in het begin nog wel, als hij net terugkwam uit de uitzending. En wij gingen bijvoorbeeld een drukke markt, was het te druk voor hem. Of een bepaalde geur wat hij rookt, dan was het ook... Er komt van alles los en dat vind ik mooi. En dat, ik gun het hem ook. Dat ik denk van gooi het er maar uit. Schreeuw. Ja. Ik gun dat hij alles voelt en beleeft. En natuurlijk heeft hij het support wel gevoeld van iedereen. En dat was ook zo mooi. Jeroen bagatelliseert soms wel eens zijn verwonding. Maar ondertussen loopt hij 10 jaar met pijn. Dan denk ik, jij mag ook je verhaal vertellen. Nee, speelde ons helemaal weg, ja. Ja,
fair enough. Ja. Maar ik bedoel, als er niet meer in zit, er niet meer in, hè? Het voelt gewoon koud. Het voelt dus koud. Zeker, ja. Ja, het is echt vet. Ja. Gaaf. Ja. Je hebt hier zo lang naartoe gewerkt. Het is gewoon, ja, om met z'n allen. Ik heb die vraag al heel vaak gehad, maar ik weet niet eens hoe ik het onder woorden moet brengen hoe fantastisch het was. Gewoon dat je gewoon met de mensen om je heen, echt gelijkgestemde zeg maar, dus die weten wat je hebt meegemaakt, dat is gewoon zo bijzonder. Wetenschap. Iedereen die snapt ook hoe het is. Ja, en dat hoop ik zeker ook met de volgende games toch wel weer wat meer stappen in te kunnen maken. Stappen. Stappen, ja. Goeie, hè? Stap. Ja.